160 jaar afschaffing van de slavernij in Suriname herinnert ons aan eeuwige vrijheid door middel van gevoerde strijd. Dit zegt een gepassioneerde auteur Raoul de Jong over de opkomende viering van 160 jaar afschaffing van de slavernij in gesprek met onze redactie. Volgens de Jong valt de gevoerde strijd niet te onderschatten en daarom elk jaar met dezelfde passie moet worden gevierd. En het mooie is van als je hun verhaal bestudeert, dan vind je uit dat ze al manieren hadden gevonden om vrij te zijn voordat ze de vrijheid kregen. Sowieso, toen ze de vrijheid kregen, kregen ze eigenlijk niet de vrijheid. Het leek alsof ze de vrijheid kregen, maar dat was niet echt zo. En sowieso, lang voordat ze de vrijheid kregen, hadden ze al manieren gevonden om vrij te zijn. Bijvoorbeeld door te dansen, door muziek te maken, door weg te vluchten van de plantages. Dus zij waren veel slimmer dan zeg maar de mensen die hen onderdrukten. Het herinnert je aan hoe dankbaar je mag zijn voor dit leven. En ook aan hoe krachtig je bent als mens. Dat moet je niet vergeten. Dat vergeten we vaak. De Jong stelt verder dat het belangrijk is om je als individu dagelijks te herinneren aan de gebrachte offers van je voorouders die hebben geleid tot eeuwige vrijheid. Meer hierover in ons programma In Gesprek Met op woensdag via kanaal 12.1 om 5 uur.